Hallo, we hebben Dus Games. Mijn naam is Quentin en welkom bij een nieuwe aflevering van GTA 5 Story Mode. In de vorige aflevering hebben we volgens mij met Lamar en Chop een guy gaan proberen oppakken ofzo en dan hebben we hem vrijgelaten of zoiets. Ik weet, ik denk dat dat was. Dat is alles een tijdje geleden dat ik GTA heb geüpload. Dat was ook deels omdat ik dus nog een Uncharted wil doen. En ik heb nog geen reacties ervan. Maar ik denk, ik ga sowieso ze alle twee doordoen, wat ik ook heb gezegd in de aflevering van Uncharted. Maar ik weet nog altijd niet wat dat de hoofdmissie, al ja, wat de hoofddingen zou zijn. Dus op het begin ga ik even ze alle twee proberen doen. Oké, maar het is hier iets dat ik al lang niet heb gedaan. Een dief of zoiets. Oké. Maar hoe dan ook, ik zat dus op een GTA Online, een glitch aan toen en zo, voor een beetje eigenlijk geld te krijgen. En ik heb nu denk ik rond de 500.000 verdiend door gewoon de horse track glitch te doen. Dus dat was chill. En ik was er dus uit... Oké. Okay. Oh ja, ik was er dus uitgesmeten, want voor de mensen die weten welke glitch ik heb. dat was dus de patch geweest en nu... Als je twee keer na elkaar wint, word je eruit smeen en ik was vergeten dat ik was gewonnen en ik was er dus uit smeen. Dus ik ging terug naar story mode, automatisch. En ik zag plots van, oh ja, wacht, ik moet nog even opnemen. Ik dacht van, weet je wat, ik ga in de plaats nu opnemen en ik ga dan wel een andere keer Uncharted doen. Want Uncharted, ik weet niet, het kan zijn dat ik ermee stop ook, maar normaal gezien ga ik ze altijd weer blijven doordoen. Ik weet wel nog niet welke dat de hoofd... Let's play gaan zijn. Maar dan ook, ik ben echt wel blij dat ik weer even GTA speel. We gaan dus naar Michael's house. Wat dat mij opviel, want ik spawnde dus bij Michael en de missie stond daar niet. Dus, en de vorige keer, dus normaal gezien als de missie is in Michael's huis, kun je met Franklin naar daar gaan of met Michael. En het ding is, nu kun je alleen maar met Franklin. Dus ik hoop dat we nu Trevor gaan unlocken. Ik hoop het eigenlijk echt wel. Like, ik weet niet meer wat het was met Trevor, welke missie dat je moest doen of zo ervoor, maar ik verlang naar Berghard. Het is echt zo lang geleden, man. De enige missie dat ik nog een beetje herinner met Trevor is dat hij zijn pik toont. Dat is alles. Oké. Okay. En hoe dan ook, vrijdag komt waarschijnlijk de Moonshiners DLC uit van Red Dead, dus ik ga ook nog Road to Outlaw doen op Red Dead, moet ik nog opnemen. En ben aan het twijfelen dat ik het ga livestreamen, omdat ik er dus een beetje haal om verzamelen voor dan. Ik ga het dan ook een beetje meer uitleggen. Maar dan ook, we gaan even vlug beginnen met de missie. Oké, het staat hier wel een nieuwe auto, denk ik. Pizza bezorger. Fucking hoer eigenlijk. De tenniscoach. Die guy dat we hebben gezien. Oké, wacht. Dus, like, viel iets uit het raam. En waarschijnlijk heeft Michael dus die kerel uit het raam gesmeerd. Ik denk dat ik zoiets herinner. En, sorry. De eerste aflevering denk ik, of tweede. Toen we met Franklin naar Michael zijn gegaan. Naar Michael's huis zijn gegaan. Voor eigenlijk de... niet te praten. Wat moesten we doen? Oh ja, we moesten de auto stelen van Jimmy. En toen, ja, toen hadden we Michael en Locke, die missie. Toen zagen we dus dat Terrence Coase en Amanda een beetje like, team bezig waren. Maar, dus ja. Amanda is echt een goede, maar oké. Okay, like. Het zijn ook nog een paar easter eggs en zo van waar dat ze zitten en zo dat ik wil proberen tijdens de gameplay dan. Maar we moeten dus de tenniscoach gaan vermoorden of zoiets. Godverdomme. Maar ik hoorde dus iets uit het raam van en normaal gezien denk ik dat dat hem was.
kan zijn dat het gewoon iets anders was, maar... Waarom de fuck kan ik zo slecht rijden, man? We raken aan kwijt, shit. Ik weet niet wat het is, maar ik heb nu al heel de week zeer aan mijn neus ofzo. Oké. Ik moet eigenlijk nog even strijden met dat rijden, man. Oh my god. Oh ja, we moeten dat ding naar beneden doen, denk ik. Of niet? Ja, we moeten naar beneden doen, denk ik. In the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. Gonna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Are you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I caught the session, bud. But there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand on your face. God, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. How fucking magnanimous. May I please offer you my applause? Oh my god. And we'll see how you like when someone fucks with your shit. Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal. Here we go. Let's see what happens. Told you I'm probably crazy. Oh shit. Sorry, man. I'm sweating already. Yeah, yeah, yeah. Misschien moet even achteruit, maar dat lukt niet. Oké. Oh my god. Is dat niet Franklin's face? Nee. Oké, we hebben dus zeehuis blijkbaar niet voor kapot gemaakt. Oh my god, fuck. Oké. Oké, nu zijn we Franklin er maar, toch? Oké.
Ik moet de band zien. Ik heb trouwens. Wacht hè. Kijk hier zie. En online mijn 1 assist was uitgegaan of zo. Oké, nice. Veel beter. Oké, man, waar joh? Wow. Shit. You did good. I mean, your aim's all over the place, but you were a help. Thanks. I guess. Hey, don't get defensive. Go to a shooting range. Work on your aim. Look the fuck out. Work on your aim. You'll be fine. Oh, fuck, man. Shit, you good? Fine as wine. You got a few knocks. You okay? I mean, you did good, kid. Man, I'm cool, man. I mean, you. Mentally. Oké. We hebben dus het verkeerde huis kapot gemaakt, maar het was wat chill. What the fuck? Did you an architectural significant modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the river, won't she? Sure. Here, the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great. Okay. That's nice. Come on, man. Hey, you alright? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, alright? Zo begint het zeker. Ik herinner me dat totaal niet meer. Het is zo chill om gewoon te zien, man. Ik denk, broers, ik sloeg allemaal over hem. Dat is echt chill, het is like voor de eerste keer of zo dat ik het speel. Oh.
Oké, maar zo beginnen denk ik. Ik heb eigenlijk geen idee dat daarom is, maar oké. Is dit still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Oké. Okay. Maar dus... Ik heb nooit een idee gehad van waarom de fuck dat heet je eigenlijk. Wel, ik wist dat Michael dus was gestopt, maar ik wist nooit waarom dat ze weer waren begonnen en voor wat ze geld wilden gaan. Want Michael is redelijk rijk. Wat is dit dan? Oké, we gaan naar Lester gaan. Holy shit. We hebben dus geld nodig voor die guy. Ik ben zijn naam al vergeten, maar... Die gast heeft dus... Well, ja, nu wil je hem zijn huis kapot gemaakt, maar het is een mafia baas of zoiets, I don't know. Dus ja, we hebben geld nodig om zijn huis terug te betalen, zeker. De doors of destroy security truck. Oh, ik snap het. Wacht even, hè. Want dus, ik heb nooit veel van GTA story mode. Ik heb nog nooit uitgespeeld. Gewoon een beetje freedom, maar de story kan ik gewoon overslaan. Omdat like, iedereen dat uitspeelt, dat kan ik ook gewoon uitspelen. Maar dus, de shrink, therapeut. Je kunt daar dus naartoe gaan. En waarschijnlijk praten of zo zeker. Bij chill. Wow, en dus we kunnen geld krijgen door cash en zo. Holy shit, echt nice. Oké. Okay, we moeten wel even doen. Ik weet niet hoe lang dat we al bezig zijn, waarschijnlijk. Ja, een half uurtje. Maar achter de missie van Lester ga ik denk ik de video afsluiten. Ik ga dan direct de volgende opnemen. Oké. Okay. Ik ga trouwens niet meer editen in de GTA video's nu op dit moment. Want ik heb dus niet veel ruimte meer op mijn PlayStation op het moment en ik ga moeten wachten tot volgende maand, want ik heb echt kut slechte wifi nu. Ik heb veel te veel gedaan met dat shit. En ook Age of the Humankind Odyssey is uit, dus ik ga dat ook kopen dan en spelen. Maar dus ja, hoe dan ook, ik ga wel like, een klein beetje editen zoals het geluid een beetje zachter zetten en zo, maar ik ga niet te veel knijpen. Nou ja, oké, we gaan even kijken. Dit is Lester Schuus. Carrière is met jou niet meer. Carrière weer niks meer. Oh, die heeft gewoon like, de deur open en daar een knopje of zo. Waarom? Something, so why not help each other? I gotta make some dough. You're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. I know you never mentioned my name. Well, I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink. Oh ja, ik ga trouwens de ondertiteling aanzetten. Ik heb dat denk ik de vorige keer gezegd, maar ook wat jullie doen. Since you put it like that. Shut up a minute. I'm getting an iFind alert.
of shit. Phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. What the hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this, fashionably retro weird for a 45-year-old man. Oh, dat die mensen, dat wordt die, ja. Ik ga niet spoilen, man. Dat je nou weet welke mensen dat is. Of pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back on social Darwinism. Brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? Okay. I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Die Lester is ook niet meer gezond. Oké, okay, we gaan die mensen doen, dan ga ik ook aflaan. Maar dus, ja, eerst even de ondertitelings aanzetten. Ik had wat de vorige keer gezegd, denk ik. Oké, okay, nice. Dus een guy, ja, ermee regelen en shit. Denk dat ik weet wat dat is, want het is echt een chille missie. Denk dat de meesten het ook wel weten, maar ja. Het zijn like, echt niet veel missies dat ik nog herinner. Die missie, als die missie is, dan nog een andere missie met snipers of zoiets dat ik hier moest doen. En een, ja, er is nog een martel missie of zoiets. Ik weet. Ja, ik ben aan het opnemen. Ga je even muren? Ja. Oh ja, en het is dan de laatste missie, ja, dat ik mijzelf niet meer. Oh ja, ja, dat je iemand moet vermoorden. Je moet kiezen, zeker. Oké. Okay. Maar dat is echt chill om nog een keer te spelen, want de meeste missies heb ik gewoon like, granaten gepakt door de grond smeten. Drie keer zelfmoord gepleegd, zodat ik het gewoon de missie kan overslaan. Dus ik weet bijna niks meer ervan. Die missie heb ik wel gedaan, denk ik. Ik heb hem alles eens gezien, dus. Oh, we moeten zelf kiezen. Dat is wat chill. Oké, okay. Wat gaan we doen? We gaan eens chill. Oh, die groen vind ik ook wel nice. Oké. Okay. Oké, okay, nice. Michael, I'm all dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Cool.
Okay. Life in theater. Vader zo'n yoga zo'n tekstje, stop, sweat lodge. Kun je hier eigenlijk in gaan? Safe for work from now on. Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Send me the okay. The fuck, man? With this. Okay. Prototype. Snap wel niet hoe dat Michael dat allemaal weet, like dikke IT guy man, wat joh. Die ene guy like, is fucking slim als je like, en die kerel weet gewoon niet like, dat je op kruisjes moet kletten en shit. Okay, exit the building. Go met de lift. Nee, ook. Okay. Come on, you're gonna have to learn the footbag if you want to get a job here, okay? Follow me. Okay. Oh. Waar de fuck is hij mee bezig? Alright, follow me. Okay. Like, die mensen zijn echt wajo. Dus als je een job wil, moet je kunnen met ballen, like, schoppen en shit en. Look at the mall. Like, dus als je job wil, moet je dus luchtgitaar kunnen spelen. Nice. Dat die mensen van hier zijn kunnen. Dank u. Oké. Okay. Waar staat die auto nu? Lester,
Chester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. Now what's your problem, you don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me, I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Now, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Dat is echt zo chill, man. Like die kleine dingetjes, zoals die gesprekken en bedrijven en zo. Dat zijn echt die dingen, wat joh. Dat zijn dingen dat je, like, als je klein bent, heb je dat niet door en shit. Het is nu pas dat je daar like, begint op te laten. Truxie, man. Ja, het is dit zeker. Oh my god. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay docked 24/7. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. Moeten we hem bouwen? Gino is hier. Oké. Ik ga het van die zeker. Oh nice. Oké, nice. Miss your best friend request. Oké, nice. Oké, ik heb die kerel dus vermoord. Chillen, Messi. Les, that was heavy. You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. Alright. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. Maybe I'll take a look. Okay. We hebben dus nu nog een missie van Lester. En we hebben ook een missie van Franklin. Dat we dus gaan doen in de volgende aflevering. Alles is bedankt voor het kijken en tot volgende keer. Later.